Billie Jean, Beat It, The Girl Is Mine. Elke Michael Jackson-fan slaat nu direct aan. Natuurlijk nummers van het meest verkochte album aller tijden. Het meest verkochte album aller tijden, Thriller. Aanstaande woensdag is het precies 40 jaar geleden dat Michael Jackson's legendarische album de muziekwereld op zijn grondvesten liet trillen. En Dolf praat hier met twee diehard Michael Jackson-fans, Janneke van der Linden en Mark Wittenberg. Zeker. Janneke, we praten over Thriller, het meest verkochte album aller tijden. Wat maakt Thriller zo goed dat het nog steeds de meest verkochte plaat ooit is? Ik denk omdat het Michael Jackson gelukt is om, 9 nummers, heel veel genres aan te spreken. Heel veel genres als in, het is popmuziek. Rock, soul, blues, jazz, funk, pop, het zit er allemaal in. Beetje Candy Dulfer, maar dan met Michael Jackson. Precies, ja. Toch? Ja. Die muziek, al die dingen samen. We praten over die plaat, we praten van Michael Jackson. En er waren nogal wat grote namen, Mark, die de studio binnenliepen. Absoluut. Ja? Noem er eentje, Paul McCartney. Is dat The Girl Is Mine? Van The Girl Is Mine, ja? Inderdaad. Maar ook Eddie Van Halen, die natuurlijk de Beat It solo deed. Ja? En zo zijn er velen met wie Michael heeft samengewerkt. Quincy Jones was de producer, wat ook voor het geluid heel belangrijk is. Absoluut. Ook een van de grote. De band Toto, zat er ook in, toch? Die inderdaad de muziek voor Thriller grotendeels heeft ingespeeld. En dat weten veel mensen niet. Maar dus Toto heeft ook goede dingen gedaan? Ja, absoluut. Zometeen. Jij en ik, buiten. Is toch niet Nee, neem je terug. Dat neem je terug. Dat kan niet. Ik heb het al gezegd. Het is uitgezonden. We knippen het eruit. Nee, Toto is echt... Dat gaan wij nog wel even. Wij gaan zo meteen. Gelukkig praten we niet over Toto. Maar wanneer ontdekte jij de plaat? Wat we praten over Thriller? Ik ben zeg maar 45. Dus ik was nog heel jong toen de album uitkwam. Ongeveer 5. Precies. Maar ik ontdekte hem eigenlijk in 87 toen Bad uitkwam. Ja. En toen zag ik een blanke meneer. Die ook een donkerder was toen die Thriller uitbracht. Dus ik dacht van, dat is dat diezelfde persoon. Dus het was heel, heel bijzonder. Toen ben je ook teruggegaan in de muziek en daardoor ontdekte jij Thriller. Hoe ging dat bij jou? Mijn broer had al cassettebandjes van Bad, maar ook van Thriller. Dus het was ook in de Bad-tijd dat ik eigenlijk Thriller leerde kennen. En ik kreeg het voor mijn verjaardag toen ik 12 werd, nadat ik bij een Michael Jackson concert was geweest. Je hebt me gezien toen je een jaar of 12 was? 11. Waar? Ja, 11. In de Kuip, in het Feyenoordstadion. Wat is je herinnering? Wat gebeurde er met jou? Wat voelde je? Ja, ik zat in vak V, dus verder weg kon je niet van het podium zijn. Dus Michael was zo groot, maar het was de beste ervaring. Maar hij was niet heel groot, maar hij was zo ongeveer. Dus hij was heel groot, ja. Ik had nog nooit 50.000 mensen bij elkaar gezien. Dat ook al. Allemaal staan te schreeuwen voor één mens en ding op het podium. Ik vond het fantastisch. Als ik voor jou een vlak draai, we kunnen niet de hele plaat draaien, dat doen we straks na tweeën. Dan is het Toto-tijd. Daarna. Dus 2:02. Wat? Het is Toto-tijd. Klinkt heel shitty. Wat laten we even horen? Je kan het hele album draaien natuurlijk. Maar als jij een fragment wil inzetten, dan zou ik zeggen of een Beat It of een Billie Jean. Billie Jean. Ook weer zo'n nummer waarbij Toto huilend in een hoekje zou liggen. Janneke. Janneke. Slap dit, jongen. Helemaal doorgaan. Jij mag zo ook een fragmentje uitmelken. Janneke, we zeiden de hele plaat is goed. Dat is ook wat opvallende. Je hebt platen met 2, 3 hits en dan de rest is oké. Weet je wel, later zeiden ze all killer, no filler. Dat zou voor deze plaat gelden. Wat draaien we voor jou als we een flat laten horen? Human Nature. Omdat? Dat vind ik... Ik vind het hele album fantastisch, maar dit vind ik wel een opvallend nummer. Ook omdat hij het live zo goed was. Ook prachtig. Tranen in mijn rug. Lieve Willemijn, jij bent ook van deze plaat. Jij vindt dit ook een fijne plaat. Wat is jouw favoriet liedje? Wanna be starting something. Wanna be starting something. Jullie zijn fan, je weet er veel van, je
je bent liever van de muziek. Maar je hebt ook de fanclub bestaat nog, zeg ik dat goed, de fanclub? Nee, bestaat niet meer. Nee? Met de komst van internet is dat eigenlijk een beetje gestopt. Omdat het nieuws zeg maar zo snel gaat met internet dat het eigenlijk niet meer zoveel zin had. Maar ja? We doen nog wel evenementen en natuurlijk dingen zoals naar media zoals vandaag. En wat is jouw... Heb je dan ook contact met... Want de Jackson-familie was natuurlijk ook een grote familie. Die zijn er nog. Wat is jouw contact? Ik heb een heel goed warm contact met de familie. Ik ken eigenlijk iedereen. Michael's broers kennen me allemaal bij naam. En ik heb zelfs een van Michael's broers wel eens rondgereden in Nederland. Zijn surprise voor een van zijn zoons die hier optrad. Wow. Ja. En dus jij spreekt ze, maar doe je dingen, werk je voor ze? Wat is jouw rol? Ik werk niet voor ze, maar ik ben, ja, ze introduceren mij eigenlijk als een friend of the family. Wow. Dus, en voor jou geldt dit, zit je hier jaloers naar te luisteren? Of, nee. De reden dat hij Tito rondreed was vanwege mij, omdat het op mijn uitnodiging was. Maar ik werk wel voor de Jacksons al een jaar of 10. Voor de broers. Jij noemde Tito, dat is één van de broers. Want je had natuurlijk de Jackson 5. Jermaine, Jackie, Marlon. Dus de broers treden nog op. En ik werk al een jaar of 10 voor hun. Ik help ze met alle dingen online, social media, websites, merchandising, assistants, dat soort dingen. En ondertussen praten we ook over een volgende generatie Jacksons. Ja. Daar praten we over. De zoons van Tito zijn 3T, die waren in de jaren 90 best hot hier. Die hebben inmiddels twee daarvan hebben een solo carrière. De ene jongste van Jermaine is heel hot. Rebe's dochter, zoon maakt muziek, bijna allemaal eigenlijk wel. Paris natuurlijk, dochter van Michael maakt muziek. Ja. Er zijn er heel veel. En jij hebt contact met ze? Hoe spreek je ze dan? Hoe hou je dat contact? Ben je daar? FaceTime, WhatsApp, ja, dat is wel elke dag. Gisteren had ik Tito aan de lijn en maandag en zondag ook. Nou, dus, jongens, ja. Echt. Gisteren had ik Tito. En dan overleg je van... Wat gaan we doen? Hoe ga ik hoe Thanksgiving zetten? Was en wat hij gegeten heeft. Hoe hij zijn turkey gevuld heeft. Ja, afgelopen dagen was hij ook nog op reis, maar nu was hij dan weer thuis. De een praat met Death Row, de ander met de Jacksons. Het is gewoon een hele tijd. Nee, het verschil moet er zijn, jongens. Ja. Ja, het mooie is dat ik Janneke geïntroduceerd heb. Dus zij zegt van... Dit zijn de Jacksons. Eén ding nog. De clip, de speelfilm zou je bijna zeggen van Thriller, van het nummer. Het is een doodeng. Het is een doodenge film eigenlijk. Is het waar dat Michael zijn neefjes en nichtjes ook op die manier... ik zou bijna zeggen, scary plaagde noemen? Absoluut. Hij had op zijn Neverland Ranch een eigen bioscoop. En daar heeft hij Thriller gedraaid. En daar rennen de neefjes de bioscoop uit, omdat ze het zo eng vonden. Te eng. En eerlijk gezegd, zijn eigen kinderen ook. Hebben ze Prince het laatst nog heel verhaal... omdat hij doet Halloween-parties op, zeg maar, Havenhurst. Dat is het huis waar de familie opgegroeid is. Ja. En daar was Prince en die vertelde dus het hele verhaal over hoe hij voor het eerst Thrillers zag en zich doodschrok. Prince, de zoon van Michael Jackson. Prince, de zoon van Michael Jackson. Ja, niet de artiest Prince. Ja, sorry. Ja. Dat zijn allemaal goede verhalen. Dankjewel, Janneke en Mark. Veerig gaat Thriller aankomende week. Dankjewel.